Beste landgenoten, de COVID-situatie in Suriname is de laatste weken zeer gunstig te noemen. We zitten op een besmettingspercentage van onder de 10%, met wel bepaalde dagen op een gemiddelde van zelfs onder de 5%. De inspanningen die zowel de regering als u als burger hebben gedaan om een situatie gunstig te krijgen, die zijn prijzenswaardig te noemen. U hebt getoond de afgelopen weken de preventieve maatregelen zeer nauw te nemen. Het zeer nauw te nemen met de preventieve maatregelen. De Mohana-maatregelen, mondkapjes op, handen wassen, afstand houden, zien we steeds meer en meer als een normaal verschijnsel. Bij verschillende plekken, maar ook bij het dagelijks leven van mensen, is het bijna niet meer weg te denken dat de preventiemaatregelen in acht worden genomen. We hebben inmiddels ook al nu een maand de vaccinatiecampagne opgestart. In een maand hebben we 15.000 plus doses toegediend van het COVID-vaccin AstraZeneca aan onze landgenoten. Intussen zijn er ook meer dan 25.000 nieuwe registraties die nog ingepland moeten worden voor hun vaccinatie. We voeren gestadig het aantal plekken voor vaccinatie op. We zien meer en meer personen steeds gemotiveerder komen naar de vaccinatieklinieken op de grote vaccinatiedagen. En het is de bedoeling dat wij ook deze vaccinatiedagen, zoals wij gezien hebben met het KKF de afgelopen twee weken, afgelopen twee weekenden, dat wij ook dit model kopiëren naar de overige districten. Dus we komen naar u toe met de vaccins. Het enige wat u moet doen, u moet zich registreren. Ik benadruk de fase waarin wij nu zitten met vaccineren, namelijk de doelgroepen die als prioriteit zijn genoemd. En dat zijn de personen tussen 40 en 60 jaar met onderliggende ziekten. En onderliggende ziekten, daar versta ik onder diabetes, de suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten, overgewicht. Dat zijn allemaal onderliggende ziekten. En als u tussen 40 en 60 jaar bent en u hebt een van deze ziekten, dan mag u zich ook registreren en aanmelden op de vaccinatieplek. En de andere groep die we ook vaccineren, dat zijn de 60-plussers, ongeacht het feit of u een onderliggende ziekte of niet hebt. Ook de dialysepatiënten en alle gezondheidswerkers en de populatie in de bejaardentehuizen zijn nu prioriteit. En ieder wil gevaccineerd worden. We krijgen dagelijks verzoeken binnen. Zelfs op de vaccinatieplekken moeten we helaas de personen onder 40 jaar wegsturen, omdat uw moment van vaccinatie nog niet is aangebroken. Het komt, alleen willen wij onze kwetsbare groepen, kwetsbare populatie eerst beschermen. Met het vaccineren neemt dus ook de bescherming toe in het land. Maar we zijn er nog niet. We zijn nog lang niet daar. Als u nagaat dat we 880.000 doses moeten toedienen en we zitten op 15.000, dan begrijpt u dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar er is een goede planning. Er wordt gewerkt aan de bevoorrading van vaccins. Er wordt gewerkt aan het bestellen van vaccins. En er wordt gewerkt aan het uitrollen van nog meer vaccinaties in Suriname. In dit kader brengt het ministerie van Volksgezondheid ook een bezoek aan het binnenland. En daar zullen wij met het traditioneel gezag samen zitten en te kijken wat de beste praktische situatie is voor het toedienen van het COVID-vaccin, ook in het binnenland van Suriname. Beste landgenoten, het Pagwa-feest is nabij. Maandag 29 maart zal het Pagwa-feest in Suriname herdacht worden. Ik zeg bewust niet gevierd worden, omdat wij als overheid niet zullen stimuleren dat u feest moet vieren. We willen wel dat u een leuke dag maakt thuis met uw gezin, in huiselijke sfeer, met wat lekker eten en gezellig samen zijn. Maar we zullen niet tolereren en niet accepteren
dat er feesten of evenementen georganiseerd zullen worden voor Pagua. De regering heeft bewust niet gekozen voor een lockdown op Pagua, alhoewel die intentie er bestond. Wat wij zeggen, u hebt ons getoond de afgelopen weken behoorlijk verantwoordelijk te zijn, want onze besmettingsgraad is erg laag op dit moment in Suriname. Dus ik reken op u, de regering rekent op u. U dient verantwoordelijk te zijn voor uzelf, voor uw familie, voor uw gezin, want u feest niet met vreemden, u feest met uw familie. En ik denk niet dat het verstandig is, en het is zeker niet aan te bevelen, dat u op maandag 29 maart, op Pagua-dag, aanwezig moet zijn op een groot feest, of met vrienden op een onverantwoorde wijze bij elkaar bent, zonder mondkapjes, zonder social distancing. En dat kan gevolgen hebben voor onze infecties in Suriname. Het infectiepercentage is laag, laten we het zo houden. We hebben al geïdentificeerd een paar plaatsen waar evenementen gehouden worden. En ik mag u zeggen dat de minister van Justitie en Politie en de minister van Volksgezondheid goed overleg hebben gehad. En we zijn akkoord dat we op Pagua-dag extra surveillance, extra patrouilles zullen hebben. Die zal monitoren waar er gefeest wordt. We willen u het feesten niet ontnemen, maar het kan niet anders. We zijn nu al langer dan een jaar bezig met het indammen van het COVID-virus. En het zal heel jammer zijn als we met z'n allen ons laten gaan op Pagua om straks weer in een derde golf te zitten. Het ligt in uw handen. Het ligt in uw handen nu om de situatie stabiel te houden. Het ligt in uw handen ook om dat weer weg te geven. U bepaalt wat u doet. Indien u een uitnodiging hebt van iemand, bel de persoon en meld dat ik niet kom, omdat er nog steeds COVID in Suriname is. We zitten wel onder de 5%, onder de 7%, maar COVID is niet weg. Het is nog niet weg in Suriname, uit Suriname. Nogmaals, wij benadrukken het belang van de preventieve maatregelen. Mondkapje op, handen wassen, afstand houden. Wij stimuleren mensen zoveel mogelijk te gaan vaccineren. Weliswaar nu de kwetsbare groepen. En ik ontraad en ik ontmoedig u om op Pagua feest te vieren. Het zal gevolgen hebben voor ons als land. En wanneer we merken dat we in een derde golf zitten, zullen we helaas weer terug moeten gaan naar lockdowns, naar allerlei beperkingen, sluiten van zaken. En ik denk niet dat u, en ik wil dat ook niet, niemand wil dat, teruggaan naar die situatie. Want we zijn eruit, we zijn een van de weinige landen in de regio waar de COVID-situatie onder controle is. Laten we nog wat geduld houden, laten we elkaar stimuleren, laten we elkaar bellen en een goede Pagua-feest toewensen. En viert u uw Pagua-feest binnen huiselijke sfeer, namelijk binnen uw bubbel, dus met de mensen met wie u dagelijks bezig bent. De regering, met name het ministerie van Volksgezondheid, doet een dringend beroep op u. Indien u een feest aan het plannen bent, dat achterwege te laten, omdat de consequenties niet mals zullen zijn. De politie zal gebruik maken van hun bevoegdheid om conform het presidentieel besluit op te treden tegen overtreders, met name feestovertreders. Dan nog wenst het ministerie u een bezinningsvolle Pagua toe. Laten we beseffen dat COVID-19 nog vorig jaar bij Pagua bijna niet te merken was in Suriname, maar het is een hele andere situatie na een jaar. 180 doden met 9000 plus besmettingen. Elk feest is een potentiële bron voor besmetting. Nogmaals, Shupoli.